Je kent het wel. Je komt thuis van de kapper, je wast je haar een keertje en je krijgt daarna niet genoeg volume in je korte snit. Gelukkig zijn er een aantal manieren om dat net van de kapper gevoel thuis opnieuw te creëren en je korte koepen volumineus te stylen. Ik heb lezeres Cindy uitgenodigd en zij gaat jou vandaag 3 manieren tonen. De eerste manier om meer volume te gaan creëren in een kort kapsel is door te gaan tegenkammen. Hiervoor ga je het haar telkens onderverdelen in kleine scheidingen en gaan tegenkammen aan de wortel met een puntkammetje. Het is hierbij belangrijk dat je in één richting kamt en dus niet heen en weer gaat kammen, want anders krijg je knopen. Maak telkens een scheiding met je vingers en til het haar op, kam het tegen aan de wortel en laat de haarpartij vallen en ga dan opnieuw door naar de volgende. En dit doe je eigenlijk tot je helemaal rond bent in het stuk waar je het meeste volume wil gaan creëren. Als je klaar bent met tegenkammen, neem je een borstel en ga je de puntjes nog eens zachtjes doorkammen om het effect minder warrig te maken. Werk je kapsel tot slot nog af met een nootje wax. Neem een heel kleine hoeveelheid en wrijf deze even warm tussen je vingertoppen en kneed het vervolgens in je haar. De tweede manier om veel volume in een kort kapsel te krijgen is met de haardroger. Breng op handdoekdroog haar eerst een dot mousse aan. Die ga je vooral inkneden aan de wortels, want te veel mousse op de lengtes gaat verzwarend werken en heeft dus net een omgekeerd effect, want je koepen zal te plat vallen. Plaats je haar eerst ondersteboven droog en leg het alvast een beetje in de gewenste richting. Je kunt daarna met een ronde borstel de puntjes nog een beetje naar binnen of naar buiten feunen, al naar gelang de styling die je wenst. Leg je koepen tot slot met je vingers in model tot je de gewenste look hebt. En eventueel kun je hier ook nog een nootje wax gebruiken voor extra stevigheid in je kapsel. En ten derde kun je ook met volumepoeder heel wat volume creëren in een korte snit. Volumepoeder gaat je haar ook meteen wat stugger maken, wat ideaal is wanneer het ietsje te slap valt na te wassen. Breng het volumepoeder vooral tegen de haarwortels aan. Dat ga je doen door het te strooien zoals je zout uit een zoutvaatje zou strooien. Let er wel op dat je niet te veel gebruikt, want volumepoeder is erg stug en kan snel plakkerig worden. Masseer het poeder daarna goed in met je vingertoppen en dat mag je echt doen door tegen de hoofdhuid te gaan knelen. Strooi ook wat poeder op de lengtes en breng die vervolgens in model met je vingertoppen. Vind je het moeilijk om het poeder te doseren, dan kun je het ook eerst op je vingertoppen strooien. Wrijf het een beetje open en kneed het vervolgens in je haar. Je kunt deze manieren natuurlijk ook onderling gaan combineren, al naar gelang wat je verkiest en naar gelang je haartype. Zo kun je eerst gaan feunen met een mousse en daarna afwerken met een volumepoeder. Tot de volgende keer!